Welkom bij aflevering 45 van Moordzaken de Podcast. Vandaag aan de keukentafel bij Carrie en we gaan bespreken het mysterie van Den Dungen. En ik moest het even opzoeken Carrie. Ja, Dat is ook. een plaatsje ten zuiden van Den Bosch. En we gaan terug naar 29 juli 2001. Ja, iets, iets breder heb ik gespeurd, eigenlijk een beetje het hele jaar. Hè? Het, het begint namelijk 2001, begint dramatisch, euh, zoals jullie het waarschijnlijk allemaal nog kunnen herinneren. In Dam komen tijdens nieuwjaarsnacht 14 jongeren om tijdens die rampzalige brand in Café de Hemel. Vreselijk verhaal was dat. Ja, ook meer dan 150 mensen met ernstige brandwonden. Dus euh, tot de dag van vandaag hè? Ze gaan ze letterlijk getekend door het leven. En het was ook het jaar van de internetvirussen. Uh, en dan hebben we het over illustere namen als Code Red. En er was zelfs een, een DOS-aanval op het Witte Huis. En dat was een reële bedreiging voor het internet. Gelukkig bleven de allergrootste problemen uit. Nou, en uh, bij het Witte Huis, over het Witte Huis, uh, George Bush, die volgt Bill Clinton op als president van de Verenigde Staten. Ja, en hier om de hoek, Carrie, namen we afscheid van Herman Brood. Want op 11 juli van dat jaar sprong hij van het dak van het Amsterdamse Hilton. met een afscheidsbriefje in zijn zak. Heel droevig. Ja, ja was schotte jammer. Uh, en leuke nieuws trouwens: Willem-Alexander verlooft zich met de Argentijnse Maxima Sorrieta. En ondanks haar omstreden vader wordt er toestemming verleend voor dit huwelijk. Het, het ging allemaal om 2-2-2. 2002, ja, het Prus. jaar erop, ja. O, uh, nog trouwens, uh, dat wil ik ook even vertellen. Het, uh, Nederland is namelijk het eerste land dat het homohuwelijk wettelijk toestaat. In april 2001 wordt het eerste homohuwelijk in Amsterdam gesloten. Uh, dat was door Job Cohen. Of vier huwelijken eigenlijk tegelijk. Het was één groot feest, hè, met pers uit heel Europa bij aanwezig. Dus dat was echt wel een, een unicum. Ik denk een goede zaak. Het sportnieuws. Uh, op die dag won Lance Armstrong voor de derde keer de Tour de France. Het was de 88ste editie... En ik heb het wel eens eerder verteld, ik ben een fan van Lance Armstrong. Hij was in zijn tijd toch de beste van al die renners die ongetwijfeld uh, de EPO gebruikten. Ja. Maar al zijn zegens zijn afgepakt, zoals we weten. Ja, nou snel dan maar naar het woord van het jaar. Uh, dat was het M, de MKZ-crisis. Nou, dat, dat ken je allemaal nog wel. Dat is de mond en klauwseer. Gigantische uitbraak met extreme gevolgen. Er waren meer dan tien of zeker tien boeren in Nederland die pleegden zelfmoord... 285.000 koeien, geiten en schapen werden afgemaakt. Legenschap in de supermarkten en in sommige gebieden zelfs militairen... die wachtposten bij de toegangswegen plaatsten. Dus dat was echt een, dat was een redelijk drama in 2001. Het was aan alle kanten een behoorlijk rampjaar. Ik heb wel een positieve en leuke anekdote te vertellen. Het was het jaar waarin mijn oudste dochter geboren werd in maart. En op dat moment had Nederland 15,999 heel veel negens... Inwoners. En het leek er even op alsof mijn dochter de 16 miljoenste inwoner werd. Het scheelde uiteindelijk één dag. Uh, wij waren er wel blij mee dat we niet. Je uh... had toch net die, die videocamera's voor je deur staan. Precies. Vier ja. mee. Oh. Nou, we hadden in ieder geval nog geen enkel besef uh, tijdens deze zaken dat de wereld nog een anderhalve maand later, op 11 september, totaal zou veranderen met die aanslagen op het onder andere het World Trade Center in New York. Het was ongekend. We weten allemaal waar we waren op dat moment. En dan het boek van het jaar, en dat was wel aardig, dat was van Geert Mak, De Eeuw van Mijn Vader. En dat is natuurlijk heel mooi, dat is een biografie van Nederland over ja, de 20ste eeuw. Uh, en het aardige is, je kunt het luisteren op Storytel. En dan wordt het voorgelezen door Job Cohen, je noemde hem ah, al leuk. even. En die heeft natuurlijk een hele mooie warme stem. Het is een vrij dik boek, hè? Uh, ja, je kunt beter luisteren dan lezen, ja, zou ik zeggen. Lekker voor na vakantie. Ja. ja, nee, en het... Het mooie is dus, wij kunnen jullie nog steeds aanbieden om te gaan naar story.tel/slash moordzaken. En dan kan je 30 dagen gratis luisteren. Uh, je kan het iedere keer opzeggen, maar ik zou, uh, met de vakantie in zicht zou ik gewoon lekker storytel houden. Hoef je geen dikke boeken in je koffer te stoppen. Uh, kun je gewoon gaan. En dan heb ik ook nog een tip voor de True Crime Liefhebbers. In dat jaar 2001 overleed Robert Lutlem. Nou, en dat is toch ongekend thrillerschrijver, Amerikaan, grootmeester in de complottheorieën, keiharde actie, is gewoon een begrip, een icoon, een mythe. Nou, en ik heb even gekeken op Storytel, daar kun je heel veel boeken van hem op vinden. <laughs> dan gaat die hele vakantie, is zo voorbij, en dan ben je weer toe aan de volgende vakantie. Nou, het weer nog even, 29 uh, juli 2001, een zomerse half bewolkte dag met een maximale temperatuur van 27 graden. Dat was best een tropisch dagje. Heerlijk warm. En dan luisterden we op dat moment naar Shaggy met het nummer Angel. Dat is een Amerikaans-Jamaicaanse reggae-artiest. Stond zeven weken op nummer 1. En ook in België in de ultra top 50 deed hij het hartstikke goed. Uh, scoorde overigens nog een nummer 1 dat jaar. Zeker geen eendagsvlieg. Ja, dat was echt een uh, zomerhit. Nou, we gaan terug naar uh, 2001 in, naar de, de warme zomerse zondag 29 juli. Rond 10 over 11 in de ochtend komt bij de centrale meldkamer van de regiopolitie Brabant Noord een melding binnen. Daar is een uh, medewerker van het uh, Bos Medisch Centrum, uit Den Bos natuurlijk, die meldt dan dat een neuroloog niet was komen opdagen op haar werk. Nou, ze hebben haar geprobeerd te bellen, maar kreeg geen contact met haar. En dat wordt best lastig hè, als jij als neuroloog niet komt opdagen bij, bij afspraken. Dus aan de politie werd gevraagd om even langs te gaan om polshoogte te nemen. Deze neurologe, de 54-jarige Ingrid Hakkert, die woont in Den Dungen. Je noemde het net al, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is een kwartiertje rijden na werk in Den Bosch. Nou, heel snel, tien minuten later, om tien voor half twaalf, arriveert hoofdagent Haan van het politiedistrict aan Dommel bij haar woning aan de Spurkstraat. Ja, er staat een grote woonboerderij omringd door gaas, struiken, afgesloten hek. En die agent Haan die klimt die zondagochtend over het gaas en komt zo aan de achterkant van de woning terecht. Nou, die achterdeur, dat ziet hij nu, die is geforceerd, die staat open. En hij loopt naar binnen door de bijkeuken en hij roept. Hij krijgt alleen geen antwoord, hè. Dat is geen enkele reactie. Hij loopt dan verder die woning in en staat dan stil. Want voor hem, in de hal van de woning, ligt een jonge vrouw op de vloer. In een hele grote plas bloed. En naast haar ligt ook nog een omgevallen rolstoel. Nou, die agent ziet dat die vrouw nog leeft. Ze is zelfs aanspreekbaar en ze kan zelfs haar naam zeggen. Lopke heet ze. En ze vertelt dat ze is neergeschoten. En ze wil ook meteen weten of haar moeder, die boven ligt, nog leeft. Nou, die hoofdagent Haan, die waarschuwt meteen de hulpdiensten... en die waagt zich daarna via de trap in de hal naar boven. Hij komt daarboven, hij loopt eerst rechtdoor. Daar is niemand. Draait zich om, loopt de tegenovergestelde richting uit... En daar vindt hij een slaapkamer, waarvan de deur nog gesloten is. Als die agent dan de deur opent, ziet hij dat het bedlampje nog brandt... en in het bed ligt de vrouw. Nou, die hoofdagent weet in één oogopslag dat deze vrouw niet meer leeft. Ja, en dan hebben we het over Ingrid Hakkert-Gantvoort. Ze is getrouwd met Adriaan. Ze leven gescheiden van tafel en bed. En ja, ze hebben een dochter, heeft al genoemd, Lopke. Uh, ja, Ingrid is een enorm betrokken arts... Uh, ze werkt keihard. Ze is uh, rozig, blondig van haar kleur. Ze staat bij haar patiënten heel goed uh, aangeschreven. Ze maakt ongelooflijk lange dagen in het uh, Bos Medisch Centrum. Ze is overigens ook de dochter uh, van een Haagse bakker. Ja, uh, typisch zo'n echte toegewijde uh, specialist, neuroloog, denk ik. Ja. Nou maar, ja, het is niet altijd goed gegaan. Nee, het is een keer helemaal misgegaan. In 1991... Was deze Ingrid medeverantwoordelijk voor een medische fout? En daardoor is uiteindelijk een 33-jarige vrouw overleden. Dat leidde uiteindelijk tot een slepende rechtszaak. En ja, het Hof achtte haar wel medeschuldig, maar ze kreeg geen straf. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat bij de nabestaanden van die overleden vrouw best wat teweegbracht. En ze schijnt dan ook een keer bedreigd te zijn. Uh, het ging overigens om het uh, toedienen van een fatale ruggenprik ja dat ja. zijn toch ook de ongelukken die bij artsen wel eens gebeuren denk ja, ik ja toch een heftige zaak ja zeker ja. nou deze Ingrid werd dus dood aangetroffen in haar slaapkamer en de dag daarna maandag 30 juli wordt dus op haar lichaam uh, seksie verricht nou ze is overleden dus aan schotwonden en ze is dus vanuit de deuropening maar liefst zes keer beschoten hè, terwijl ze in bed lag te lezen ja, ik weet toevallig wat ze aan het lezen was. Dat was de Illustre privé. Mm -hmm. Nou, daar kun je dus heerlijk mee ontspannen, Saas in bed. Uh, ze is vanuit de duuropening dus zes keer beschoten en uh, aan de rechterzijde vooral geraakt. Meerdere malen door het hoofd en in haar borst. En ze had schijnbaar dus geen enkele kansen toen ze weerloos in haar bed lag. Nee, uiteraard is er direct een uh, onderzoeksteam opgestart. Met uh, de niet uh, al te verrassende naam Team Spurk. Dat komt natuurlijk van de straat. Van de Spurkstraat. Ja, en wat vinden ze uit bij het buurtonderzoek? Uh, allerlei technische sporen rondom de woning. Ze zien dat het slot van de achterdeur krassen vertoont. Ze denken dan ook dat die vermoedelijk geforceerd is. En ze komen er ook achter dat de aangetroffen kogels komen uit een Mac Ingram 11. Dat is een uh, behoorlijk uh, serieus machinepistool. Een semi-automatische. Ja, zo semi uh, ja nee, dat is wat ze zeggen dat uh, vaak door zware criminelen wordt gebruikt. Maar het is niet alleen dat. De buurtbewoners en uh, diverse mensen noemen eigenlijk ook direct de naam van Adriaan. En je moet ook bedenken: er was geen sprake van een roofmoord. Want alle spullen waren er nog. Dus ja, direct gaat toch wel een beetje, uh, de, gaan de stemmen op. Ja, nou die Adria. Maar ze moeten het dus vooral hebben van die verklaring van, van dochter Lopke. Want zij is uh, eigenlijk de enige en de belangrijkste getuige dus. Hè. Duurt alleen enige tijd voor ze weer aanspreekbaar is. Was natuurlijk net toen ze haar vonden wel aanspreekbaar. Maar ze heeft het voorval eigenlijk als door een wonder overleefd. En ze is er echt slecht aan toe. Ze heeft schotwonden in haar hoofd. Ze is in haar rug geschoten. Uh, ze heeft heel veel bloed verloren. En ze valt af en toe weg. Hè. Ze, ze bevindt zich in een, een comateuze toestand. Nou, dan wordt haar verteld dat haar moeder is overleden. Ze wordt dus met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. En daar staat ze dus ook onder politiebewaking. Nou, ze heeft zelfs nog een kogel in haar hoofd. Die kan niet eens worden verwijderd. En ze ligt dus aan die kunstmatige beademing. Dus je vraagt je echt af hoe kan ze dit in hemelsnaam overleefd hebben. Nou, ze is, uh, dat vertelde ik al in het begin. Hè, ze is gehandicapt of spastisch. Ze zit in een rolstoel. Uh, ze is ook deels visueel gehandicapt. Maar dat zullen we, denk ik, straks wat meer over vertellen. Zeker. Ze wordt uh, in het ziekenhuis waar ze af en toe dus bij komt uit de coma, wordt ze op maandagavond 30 juli, wordt ze in de avond door regisseurs uh, voor het eerst gehoord. Ze kan nog niet praten, dus wat doen ze? Die communicatie die loopt dan non-verbaal. En dat gebeurt aan de hand van handkneepjes. De knijpmethode? Ja, dus één handkneepje dat betekent ja. Ik ga dan vanuit, nee is geen kneepje of is dat twee? Nou, knijpjes? volgens mij was inderdaad geen kneepje was nee. Nee, dus een handkneepje is ja. Nou, in haar eerste verklaring heeft het over onbekende mannen. Uh, ze spraken wel Nederlands. De volgende dag wordt ze opnieuw een kwartier gehoord rond half zeven avond. Nu uh, knijpt ze dat ze drie mannen heeft gezien met lang haar. Ze spraken Nederlands, maar het waren geen Nederlanders of ze zagen er niet Nederlands uit. En een van die regisseurs vraagt of ze de mannen van de foto herkennen. Nou, die zegt dan ook die regisseur: Ik voelde dat ze met kracht in mijn linkerhand kneep. Hij vroeg dan ook nog: Was je vader daarbij? Daar komt dus geen kneepje. Maar in de later verhoor, weer begint ze te draaien. Want woensdag 1 augustus knijpt Lopke ineens duidelijk. dat ze die bewuste nacht de auto van haar vader het erf hoorde oprijden. Ze werd wakker van een waaienhuis, is met de rolstoel de hal ingereden. En daar zag ze in het halfduister, dus haar vader op de trap. En meteen daarna hoorden ze dus geschoten. Ja, ze zei zelfs dat hij dronken was, heb ik. Gezegd. Ja, dat zijn in ieder geval heel wat tegenstrijdige verklaringen. in drie dagen tijd. Ja, en dan te bedenken. Dat op die zondagavond zelf al de recherche. natuurlijk ook contact probeerde te zoeken met Adriaan zelf. rond kwart voor elf. Maar hij had zijn telefoon uitstaan. en ze hadden een bericht ingesproken. met het verzoek of hij de recherche wilde terugbellen. In het mooie plaatsje A. en Bommel. Ik heb echt een aantal leuke nieuwe ja, plaatsnamen leren en kennen. En Adriaan zelf die zat in Drimmelen. Precies. Ken ik ook nog niet. Want in Drimmelen zet Adriaan, dat was zijn vakantieadres, op maandagochtend zijn telefoon aan en hij hoort dat de politie hem zoekt. Hij meldt zich daar netjes, of beter gezegd, ze komen naar hem toe. En om tien over twee middags wordt deze Adriaan ter plekke op de scheepswerf van Drimmelen bij de Biesbos gearresteerd. Uh, hij ontkent trouwens, ik zit hier onschuldig, maar ja, dat helpt hem niet. Misschien aardig om wat meer over deze Adriaan te vertellen. Uh, hij wordt omschreven als een boertig ogende man. Dat heeft ook wel te maken met zijn omvang. Maar daar mag ik niet te veel over zeggen, heb ik begrepen. Ja, uh, ja, uh, iets van een lobbes, zoals ik ook. Een vrij grote lobbes, zou ik dan wel zeggen. Ja, en een hele grote snor heeft hij. Ja, nou, hij werkte vroeger in het westen van het land als journalist. Uh, en sinds hij in uh, Brabant woont, is hij werkeloos. Hij is dan ook een frequente bezoeker van Café de Molen. En ik heb even mijn uh, veldwerk gedaan. Dat bestaat nog steeds. Daar was hij vaste gast. Uh, en hoewel hij werkloos was, noemde hij zichzelf nog steeds journalist. Uh, het gaat ook een keer mis. Hij wordt in 1999 betrapt op rijden onder invloed. Uh, hij komt ook bij café-restaurant Boer Gozens. Dat bestaat ook nog. In zijn vrije tijd heeft hij verschillende bestuursfuncties. Uh, een hobby van hem is het sleutelen aan oude jeeps. Uh, daarnaast, en dat was ook de reden van de vakantie, uh, gaat hij graag varen op uh, zijn jacht. Uh, heeft hij ooit gekocht van een erfenis van zijn vader. Maar uh, belangrijk om te vermelden: hij is ook vervent jager. Ah, hij is dus een, een goede schutter. Hij zeker is, te denken. Zeker. Uh, hij staat ook bekend als een goede schutter. Hij is al sinds 1982 lid van schietvereniging Prins Bernhard in Sint-Michielsgestel. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar ook dat bestaat nog steeds. En hij is in 1999 een keer gevraagd door een politieman... die een paar huizen verderop woonde om te helpen om een dolle koe neer te schieten. En dat was hem van een behoorlijk grote afstand uh, gelukt. En verder is het zo dat Adriaan omschreven wordt wel als een opvliegend type. En dat uh, is al jong bij hem begonnen. Want toen hij uh, pak een beet vier jaar was... werd hij behandeld in een instelling voor hyperactieve kinderen... Uh, maar ook als volwassen man heeft hij toch nog wel eens last van ongecontroleerde woedeaanvallen. Maar hij zegt zelf dat hij in zijn hele leven Ingrid nog nooit met een vinger heeft aangeraakt. Hij heeft alleen zijn dochter Lopke één keer een tikje op de billen gegeven. Uh, dat heb ik ook wel eens gedaan bij mijn dochters, kan ik je verklappen. Oh. Dat, dat kan gebeuren. Oh. Okay. En, nou... en ze zijn getrouwd, deze Adriaan en Ingrid in 1977 en een detail in gemeenschap van goederen. Ja, nou dan moet je erbij zeggen inderdaad. Uh, hij stond als een soort medewerker bij haar op de lijst. Hè? Want zij betaalt hem uh, vanaf 92 maandelijks 3500 gulden netto. En het mooie ervan is dat hij dus wel 2000 gulden ervan moest bijdragen aan de vaste lasten. En de rest was dan vrij besteedbaar. Dus een mooie constructie. Zij onderhield hem eigenlijk gewoon. Ja, en... Uh... Nog niet gezegd, maar ze kennen elkaar uit Leiden, waar zij dus inderdaad uh, medicijnen studeerde, En hij is van origine uit Leiden. Daar zijn ze elkaar tegengekomen. Nou, dan hebben we over dochter Lopke. Dat was hun enige kind. Uh, zoals gezegd, ze was spastisch geboren. Ze zat in een rolstoel. Maar met één oog kan ze alleen licht en donker onderscheiden. En het andere oog schiet alle kanten op. Dus het is iemand die uh, zeker zorg nodig heeft. En dat is dan ook wat Adriaan eigenlijk de eerste jaren heeft gedaan. Ze wordt omschreven als een uh, spontane meid. Ze heeft rijles op een manege in Berlicum. En ze is ook gek op hiphop en technomuziek. Ja, de samen gen. ik heb de dochter die zorg nodig heeft. Um, nou, Ingrid die, die focust zich behalve op Lopke dan ook heel veel op haar werk. En haar huwelijk met Adriaan, hè, zo zei ze zelf... was eigenlijk de grootste fout van haar leven. Ofwel, Ingrid die wil scheiden... Nou, dat het huwelijk over is, dat blijkt ook uit het feit dat Adriaan al een tijd lang een nieuwe vriendin heeft in Tilburg. Of had in die tijd. Uh, Als je tijdens het carnaval ontmoet, zag ik. Ja, nou, dat, uh, dat kan allemaal. Dat kan allemaal in Brabant. Nou, het duurt toch nog jaren tot 1999 hè, voordat die scheidingsprocedure dan in gang wordt gezet. En die duurt verbazingwekkend niet zo lang. Want in 2000 wordt die procedure weer stopgezet. Ja, want ze hadden samen besloten dat ze gingen wachten tot Lopke 18 was en zelfstandig kon gaan wonen. Dus ze hadden het nog eventjes geparkeerd, ja. denk ik. Nou, ze hebben wel, zoals we je eerder vertelde, ze scheiden wel van tafel en bed. Adriaan verkastte naar de voormalige praktijkruimte achter de boerderij. Um, toch blijft die verhouding blijft nog wel oké. Okay, want ze moeten inderdaad zo, samen toch voor Lopke zorgen. Nou, Adriaan zegt in ieder geval, we, res we respecteerden elkaar. Maar ze hadden natuurlijk wel steeds meer hun eigen leven, denk ik. Ja, het, hij gaat steeds meer zijn eigen gang. Want hij heeft inmiddels ook weer een nieuwe vriendin. uit Schoonhoven. Waar duikt hij deze vrouw op, zou je denken? Nou, ik kan ja, het je vertellen. Ja, ik ook. Ineke, kent hij sinds 2000 via een dansavond voor Alleenstaande. Ik zei al, een beetje Tinder uit, uh, uit begin 2000. Ja, maar dat is toch ook helemaal niet ja, erg, Carrie. Nee, je moet elkaar heller. ergens ontmoeten. Toch, ja, dit lijkt me. Je hebt het ook een alleenstaande reis. Ik, vind het, ik ben een groot fan van, het lijkt me hartstikke leuk. Nee, ik denk, we komen even bij uh, het Veldwerk, Carrie. De boerderij. Achter de boerderij staan dus wat verroeste jeeps. maar dat is de hobby van Adriaan, zoals ik vertelde en verderop uh, grazen een paar paarden en een ezel. Maar we hebben het dus over de Spurkstraat in uh, Den Dunge. Dat is overigens gemeente sint michels uh, Ik heb het allemaal uitgezocht. Ze wonen daar in een hele mooie monumentale woonboerderij... en je moet je daar eigenlijk een hele lommerijke straat voorstellen... met aan beide kanten woonboerderijen en villa's. Het viel me wel op. Het is niet echt een totale uh, remote plek waar het staat. Er staan echt behoorlijk wat huizen... Uh, het is een boerderij die ze kochten in 1980 voor 6 ton. Guldens hebben we het steeds over. Het huis gaat wel een beetje verscholen achter uh, mooie knoestige bomen en een hoge heg. Uh, ze hebben hem heel mooi verbouwd. De stal is een riante living geworden. Ja, uh, het was niet voldoende voor het uh, geluk uiteindelijk. Nee. Nou, we gaan dan terug naar juli 2001, hè, de, waar de zaak dus begon, uh, de tijd van de zomervakantie. Ingrid die gaat eerst met Lopke tweeënhalve week... Uh, misschien moeten we even vertellen trouwens dat Lopke niet Lopke heet, hè? Nee, we hebben, uit respect hebben we even andere naam gegeven. Ja, dus de dochter noemen wij in dit verhaal dus Lopke. Uh, ze gaat met de moeder tweeënhalve week naar de camping De Lakens in Bloemendaal. En ook die bestaat nog. Goed werk, hè, Die. Nou, dat die verhoudingen nog goed zijn tussen Ingrid en Adriaan blijkt ook... want uh, Adriaan die heeft zelfs de tent voor hen opgezet. En als Lopke die vakantiejarig is, wordt ze zeventien... Dan komt Adriaan het uh, samen met de t vieren. Dus uh, die verhoudingen zijn nog, denk ik, ja. Ik, ik lees wisselende verhalen. Ja, daarover ik las nog wel een, uh, een juicy detail. Dat toen Ingrid terugkwam in Den Dungen dat ze een vreemd slipje in de wasmand vond. Ja, of... dat heb ik ook gelezen. Ja, en dan reageerde ze woedend op en uiteindelijk voelde Adriaan zich beledigd. Ja, ik vraag me dan af of dat nou waar is. Ja. Soms, soms lezen we details waarvan je afvraagt. Maar... maar goed, we gaan door. Dan gaat Adriaan met uh, Ineke op een korte vakantie. Het is inmiddels eind juli. En het plan is om vanuit de jachthaven in Drimmelen, we noemden het net al, via het Hollands Diep en de Oosterschelde naar Wemeldingen te varen. Ook zo'n mooie naam. Ja, je moet even vertellen: dat jachtje werd op een trailer geladen. En Adriaan reed in een, in een blauwe Ford Sierra. En dat was zeg maar, ze vertelde ook aan alle buren: van... we hebben plannetjes om met elkaar op reis te gaan. De tocht die Carrie uh, net beschreef. Ja, Ineke in haar rode Peugeot 205. Uh, de Sierra met die trailer parkeert Adriaan in Wemeldingen op een uh, afgesloten parkeerplaats van Jagmaklerdij Het Wakend Oog. En ik zal je verklappen, die is niet meer daar gevestigd. Wel een hele mooie naam. Ja, ja hij, is, hij bestaat er wel, maar ergens anders. Nou, hij parkeert zijn auto daar, want het is natuurlijk het eindpunt van, van de, uh, de vaartreis, van de vaartrip. Dus het is handig als zijn auto met trailer daar alvast geparkeerd staat voordat ze überhaupt vertrekken. Nou, de twee gaan vervolgens samen eten. We weten zelfs wat: mosselen in het visrestaurant De Schelde in Ierseke is het nog steeds een aanrader. Ja, Adriaan die, die houdt ook van een drankje, zoals we al weten. Hij drinkt uh, twee glazen whisky. Een groot deel van een uh, fles wijn en nog een uh, aardbeesje koffie toe. En na het eten rijden ze terug naar Schoonhoven, naar de woning van Ineke. Dat is ongeveer een uurtje rijden. Nou, de volgende ochtend, zondag 29 juli, rond 11 uur, rijden ze met Ineke's Peugeot terug naar de boot in Drimmelen. Ook ongeveer een uurtje rijden. Wordt vastgelegd door een videocamera. Ja, die heeft die rode Peugeot van Ineke nog op beeld. En beide zitten ook in de auto. En dan kan die vakantie in Drimmelen dus beginnen. Alleen, die zal dus niet langer dan één dag duren. Nou, thuis in Den Dungen moet Ingrid die zondag 29 juli vroeg werken. 9 uur wordt ze verwacht in de bos. Zij gaat de, de avond ervoor om 12 uur s'nachts naar boven om te slapen. Dochter Lopke heeft zich ook teruggetrokken op haar eigen slaapkamer beneden. En ze luistert nog even naar de radio en blijft nog even wakker. En de volgende ochtend verschijnt Ingrid dus niet op haar werk. Nee, en krijgen we om tien over elf het... Uh... Telefoontje van de telefoniste van het Bos Medisch Centrum. Nou ja, en Adriaan is dus twee dagen na de moord op Ingrid, dus al aangehouden. En uh, hij wordt dus inderdaad verdacht van moord op zijn vrouw. Heftig is dat hij dan pas ook hoort dat zijn dochter nog leeft. En hij wil haar natuurlijk graag zien. Maar dat gaat niet, want Lopke die wil hem nooit meer zien. Nee, en ondertussen op woensdag 8 augustus is Ingrid begraven. En Adriaan die ontbreekt daarbij. Hij heeft in de ochtend wel onder begeleiding van de politie afscheid mogen nemen. Hij heeft zelfs een gedicht voorgedragen dat hij in het huis van bewaring had geschreven. Ja, hij moet ook triest zijn. Hij kan er gewoon niet echt bij zijn. Hij mag er niet bij zijn. Ja, maar we weten natuurlijk niet of het triest is of... Nee, ja, nou, de... laten we, we maar zeggen wat ze allemaal voor bewijs denken te hebben tegen ja, Adriaan. inderdaad. Waarom valt die verdenking dan op hem? Um, nou, behalve dat die deur was geforceerd, waren er geen braaksporen of spullen uit, uit het huis meegenomen. Dus geen roofmoord. En in die nacht van 28 of 29 was Adriaans uh, alibi niet waterdicht. Hij sliep wel bij zijn vriendin in Schoonhoven. Maar in theorie zou hij die nacht met de auto heen en weer gereden kunnen zijn. En natuurlijk het slechte huwelijk. Dat was natuurlijk ook een belangrijk uh, motief waarom ze dachten dat Adriaan wel eens een de verdachte kon zijn. En daarnaast natuurlijk het feit dat het een ervaren schutter was. Ja, en ze hadden ook een, een hond, hè? Uh, hond Hannes geloof ik. En die buren hadden de hond niet gehoord. Wat erop zou duiden dat het om een bekende zou moeten gaan. Dus ja, eigenlijk, uh, er zijn wel een aantal aanwijzingen. Uh, ik denk alleen, concreet bewijs is het natuurlijk niet. Nou ja... Er valt voor dat team Spurk nog heel wat te, te ontrafelen in dit dossier. En wat ze ondertussen ook gedaan hebben... ze hebben zijn vriendin Ineke aangehouden op 10 augustus. En ja, dan, uh, daar gaan ze mee aan de slag. Daar gaan ze een opsporingsambtenaar A1124... je weet wel, zo'n undercover... gaan ze inzetten en die gaat met die vriendin praten... bij een eerder terrasbezoek in Maastricht... Geeft ze aan dat ze nooit zoveel dronk. Uh, ze had dan ook die avond in de Schelde maar één glas gedronken. En het wordt nog interessanter. Ze geeft eigenlijk aan dat ze gewoon altijd heel erg vast slaapt. En dat ze niet met zekerheid kan zeggen dat Adriaan de hele nacht naast haar heeft gelegen. Nee, ze dus heeft het ook tegen de infiltranten gezegd Ze nou, is in slaap gevallen uh, nadat ze het slaapmiddel Soplicon heeft genomen. En Veverin, nog een antidepressieve. Ja, het is volgens het rapport van de NFI dan ook mogelijk hè, dat men dus bij inname van die medicatie in combinatie met alcohol dat je niet wakker wordt als je partner bijvoorbeeld bed verlaat. Ik heb er ook wel eens last van na een avondje dat ik niet wakker word. Dat herken ik. Maar belangrijker is het vervoer. Ja, dat, en dat alibi van Adriaan dat, dat wankelt hier dus mee, hè, met, met, eigenlijk met het aanhouden van ineke. Ja, want dan is het inderdaad het de vraag. Hè, want... Als hij dan niet naast haar in bed gelegen heeft, wat zou dan gebeurd kunnen zijn? En dan gaan ze kijken naar het vervoer. En dan gaan ze kijken naar die rode Peugeot uh, 205 van Ineke. Nou, en Ineke die verklaart dat zij toen ze die avond binnenkwam, die zaterdagavond, de autosleutels nog even naar Adriaan heeft gegooid. Zodat hij nog een beautycase uit de auto kon halen. Nou, en vervolgens zegt ze dat ze niet gezien heeft uh, dat Adriaan die autosleutels heeft gepakt. Maar de volgende dag eh, zou hij dan toch weer een ontbijtje uit de auto hebben gehaald. Ja, al met al. En ze heeft misschien zo diep liggen slapen dat ze niet weet dat Adriaan het huis uitgegaan is. En ja, de, ze zegt dan wel de sleutels die lagen op de gebruikelijke plaats de volgende ochtend. Namelijk op het lage kastje met de spiegel in haar slaapkamer. Maar ja, het kan dus in theorie zo zijn dat Adriaan in die nacht ergens naartoe geweest is. Ja, maar voor de politie, voor Team Spurk nog steeds geen uh, echt bewijs. Dus wat, ze gaan verder die auto onderzoeken van Ineke. En dan gaan ze kijken naar het uh, brandstofverbruik. Want als hij die auto heeft meegenomen, s'nachts moet er ofwel benzine in zitten of niet. Uh, ze hebben hem ondervraagd ook, eh, Adriaan en Ineke. En nou, er blijkt, als jij je brandstoftank een kwart vol hebt, kan er twaalf liter in. Uh, het gemiddelde verbruik van de auto is 17 kilometer per liter... Voor die afstand Schoonhoven den Dungen Schoonhoven is omgerekend 8,7 liter benzine nodig. En de gehele tankinhoud van de persoon, moet je namelijk nou ook weten, als deze vol is, is 52 liter. Het lijkt een rekenquiz, Eddy, let op. Nou, uit de verklaring van Adriaan en Ineke volgt onder meer dat beide dus die zaterdag 28 juli vanaf Ierske naar Schoonhoven reden. Uh, Adriaan die wilde heel graag overnachten in de woning van Ineke, terwijl Ineke dat eigenlijk helemaal niet wilde. Nou, die brandstofmeten van de auto die stond rond Dordrecht, Kapel aan de IJssel... Uh, stond hij op een kwart tank benzine. Of misschien nog iets minder. Dus er zat op dat moment 10 tot 12 liter benzine in de auto. Ineke zei van, kom laten we tanken. Maar Adriaan zei, nee jongen, de kwart tank komen we nog wel thuis in Schoonhoven. Dus de volgende dag, op zondag 29 juli, werd die tank bijgevuld, helemaal vol. Werd 94 gulden nog wat voor betaald... voor die loodvrije benzine en een pakje sigaretten... Team Spurk heeft nog even gekeken wat een liter benzine uh, kost op die dag. Nou, dat was uh, 2 gulden 51. Dat kun je je vandaag niet meer voorstellen? Nee. Nou, dus er werd, werd er 35 liter loodvrije benzine getankt op die zondag. Want 52 liter bij volle tank, 35 bij getankt liter. Dan houden ze eigenlijk 17 liter over wat in had gezeten dus die dag. Het klinkt ingewikkeld, maar er zat nog 12 liter in toen ze thuis kwamen die avond en de volgende dag zou er dus 17 liter in hebben gezeten... voordat ze gingen tanken. Ja, dus er zou benzine bij getankt moeten zijn? Nou, dat is de conclusie inderdaad. Tussen zaterdagavond en zondagochtend is er getankt. Of bij een pomp of een, een brandstoftankje van de boot... die ze in auto hebben liggen. Maar het kan niet anders dat Adriaan dit gedaan heeft die nacht. Dat is althans wat de rechercheurs denken. Ik denk, ik, ik denk het niet. Want? Ja, er wordt natuurlijk heel erg gezocht naar hoe het kan dat Adriaan inderdaad die nacht weg geweest is met die auto. En de verklaring is dat er benzine bijgetankt is. Maar daarvan is nergens een bewijs. Dus ja, ik, ik, ik vind het een mooi sommetje. Er zat ja, in ieder geval meer benzine in de Ja, maar dan dat is maar, maar een paar liter. En. Dat is een ja, paar vijf, vijf liter, het, ja, is, ja. het is zo weinig. En, de nauwkeurigheid van je benzinetank, dat, dat, dat weet je zelf ook wel eens. Dan is hij bijna leeg, maar dan weet je niet of je nog één of drie liter hebt. Ja, ik vind het uh, in ieder geval wel hoe ver ze dus gaan in dit onderzoek. Ja, wel interessant dat kijken. ze het allemaal... Uh, ja. nou, en voor hun is het ook echt belangrijk. En nou ja, het is een bewijsstuk, zullen we zeggen. Nou ja, dat is een bewijsstuk. Maar daarnaast Adriaan die uh, gooit ook zijn eigen glazen in. Want hij verklaart ook na eerst te hebben ontkend... dat hij toch die nacht van zaterdag 28 op zondag 29 juli uit bed is geweest want hij was niet lekker na het eten van die mosselen in Ierseke. Dus hij is zijn bed uit geweest. Nou, de politie heeft ook wat getuigen gehoord, wat vrienden van Ingrid... en die verklaren eh, dat het de laatste tijd erg slecht ging tussen Ingrid en Adriaan. Die hadden eerder die week ruzies en bovendien heeft Adriaan Ingrid... in het verleden gedreigd om gebruik te maken van wapens. en Ik heb nog even gekeken naar financieel motief... en daar ben ik ook een mooi sommetje over tegengekomen... Het idee zou zijn dat als ze zouden gaan scheiden en dat waren ze in gemeenschap van goederen. Dan zou zeg maar het halve vermogen naar Adriaan gaan en ook van de inboedel. En als je dat allemaal bij elkaar op zou tellen, zou dat om 570.000 gulden gaan. En daarnaast natuurlijk de alimentatie van 3500 gulden per maand. Nou, dat is al een aanzienlijk bedrag zou ik zeggen. Maar bij het overlijden zouden er. Nog wat anders gebeuren. Dan zou de verzekeringmaatschappij uh, een flink bedrag uitkeren. En dan zou hij 75% van het totale vermogen ontvangen. En er zat een enorme overwaarde in die boerderij. Want ik heb al gezegd dat die aangeschaft was voor 6 ton. Maar hij was ondertussen op 1,6 miljoen gulden gewaardeerd. En uh, het zou dus betekenen bij overlijden dat Adriaan meer dan 2 miljoen gulden zou ontvangen. Dus dat is toch wel een substantieel. Verschil, daarnaast zou hij ook nog een wedenaarspensioen krijgen. Ook nog fors, van 37.000 euro per jaar. Ja, financieel motief, niet ondenkbaar. Ja, misschien genoeg om je vrouw ervoor te vermoorden. Je zou bijna de luisteraars op ideeën brengen. Nou. idee heb ik wel vaker, Carrie. Dat, dat nee, kan gebeuren ja. met onze podcast. Nou, we gaan aanlopen naar de rechtszitting, want zover komt het dus. Maar eerst is er nog op 9 april 2002 wordt er een schouw gehouden... dus een bezichtiging op plaatselijkt in die woning aan de Spurkstraat in Den Dungen. Nou, Lopke is hierbij aanwezig en die verklaart dan ook... dat zij haar vader en moeder in die nacht ruzie heeft horen maken. Ze zegt, ik kan die stem van mijn vader en moeder uit duizenden herkennen. En verder zegt ze dat ze geen andere stemmen gehoord heeft. Maar kort na het horen van die ruzie in de stemmen van haar vader en moeder... hoort ze een grote klap. Zij is toen vervolgens uh, vanuit haar bed in die rolstoel gaan zitten... is ze dus naar die hal gereden. Zij heeft toen nog mam, mam geroepen, maar er kwam geen reactie... En vervolgens kwam er dus een man de trap aflopen, gekleed in een bergje regenjas. Die man had een, een grote snor, net als een vader, en droeg een paarse zonnebril. Nou, ze riep nog tegen die man niet schieten, maar die man die schoot vervolgens nog die vijfde treden van de trap, he, gezien vanuit de hal. Waarbij Eddy, dat ik denk dan de vijfde treden van de trap, een paarse zonnebril, hoe heeft zij dit allemaal kunnen zien? Ja, zeker als je bedenkt dat er nog een kogel in haar hoofd zat, hè? daar moet ik steeds aan denken. Ik ook. En dat zij ook slechtziend was. Ja. Nou ja, die vijfde treden van de trap, daar kan ik nog een beetje in komen. Want dat is uh, na dat ballistisch onderzoek. Daaruit is vastgesteld dat die kogels afgevuurd zijn van die vijfde treden van de trap. Dus dat heeft ze waarschijnlijk niet goed gezien. Maar dat hebben ze kunnen berekenen. Maar die paarse zonnebril die. Uh, nou. Ja, en bijzonder is dat in ditzelfde voorjaar van 2002. Wordt bekend wat de eis is van het OM. Ze eisen 18 jaar voor moord en poging tot moord. Maar in een tussenvondnis wordt Adriaan op vrije voeten gesteld. Dat is toch wel opmerkelijk. Ja, hoe komt nou dat nou? Omdat die zaak weer terugging naar de rechtcommissaris? Nou ja, ze willen, ze willen meer onderzoek doen, aanvullend onderzoek. Ze willen nog een politieman horen die na het bloedbad heeft gerapporteerd dat het bed van Adriaan onbeslapen was. Hij had natuurlijk zijn eigen slaapgelegenheid. Uh, ze, willen, ze willen meer onderzoek doen en ja, blijkbaar vinden ze het op dat moment toch niet voldoende om hem vast te houden. En hij heeft natuurlijk vanaf het begin af aan ook ontkend. En ook willen ze meer onderzoek doen natuurlijk naar de waarde van de getuigenis van de dochter. Nou, de familie vindt het natuurlijk vreselijk, hij heeft grote bedenkingen bij deze uh, voorlopige vrijlating. En, uh, hij mag dan geen contact zoeken met zijn dochter, maar ze zeggen ja, wie houdt hem tegen... Maar ja, al met al, de rechtbank ziet geen enkele grond meer om Adriaan langer vast te houden. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, het komt toch tot de rechtszaak. Um, en... Ja, mooi detail. De advocaat die Adriaan verdedigt in deze zaak is dezelfde advocaat die destijds Ingrid ondersteunde toen zij medeplichtig geweest zou zijn aan de dood van een patiënt. En dan gaat het om Frits Snijder. Is dus een best. beetje de, de huisadvocaat. Maar dat is toch best wel raar, want hij heeft haar dus bijgestaan. Dus hij, de advocaat kent haar dus heel goed. Zeker. En nu staat hij dus haar ex-man bij. Ja, ja, ik vond het Zeek toch ook wel een aparte, aparte twist. Maar raar, ja. Ja. Nou goed, het gaat dan in de rechtszaak ook vooral om die vraag... hoe betrouwbaar de verklaringen van de dochter zijn. In het begin zijn er al twee deskundigen voor gehoord. En dat gaat dan over een, een psycholoog van de meer. En uh, die zegt nou, na de reconstructie bij de schouw... dat haar verklaringen betrouwbaar zijn... Maar er is ook nog een behandelend psychiater van haar, van Laroven. En die zegt, ja, na de moordaanslag gebruikte zij het medicijn benzodiazepines. En daar wordt je heel en slaperig van. Dus daardoor ga je verschillende verklaringen afleggen. En zo had Lopke dus ook, na dat schietincident... had ze haar moeder in het ziekenhuis gezien. Oftewel, ze was gewoon totaal niet helder in haar verklaringen. Ja, maar hij zegt wel dat dat niet betekent dat ze daarmee niet de waarheid zou spreken. Nee, dat dus goed. hij verklaart eigenlijk wel dat er verschillende verklaringen kunnen zijn. Ja, maar ik hij kan zegt, wisselend verklaren, maar het, het kan wel de waarheid zijn. Ja, het, het is nog wel een belangrijk uh, getuige dit, of althans deskundige. Ja. Nou, de verdediging, en dat is dan meneer Frits Snijder, Ik heb hem al genoemd. Ja, die zegt, jongens, zou er niet iets anders gebeurd kunnen zijn? En dat is ook nog best wel waarschijnlijk... Uh, want er is een dag na de moord. is er een anonieme brief binnengekomen bij de politie. waarin de mogelijkheid wordt geopperd dat het misschien gaat om een wraakactie tegen een crimineel. En dan moet je je dus voorstellen: dan zouden ze per ongeluk zich vergist hebben in de woning. Nou ja, tegenwoordig hoor je wel vaker over vergismoorden. Maar ja. dit zou dus de eerste vergismoord kunnen zijn. Nou, dat had dan te maken met een, een schietpartij in een wegrestaurant. De Treurenburg in, uh, in Den Bosch. Een of ander trukkerscafé. Oh, bestaat ook nog. Goed werk, Eddie. Ja, enkele maanden voor de moord is dit gebeurd. Ja, dan uh, zouden ze hetzelfde soort wapen precies, hebben gebruikt. Precies, hadden ze hetzelfde wapen gebruikt, inderdaad. Maar de politie die concludeert dat de, dat de vergissing in die woningen haast onmogelijk is. Nee, en een ander maar, scenario wat genoemd wordt door de verdediging... is dat de vader, Johan T., van de destijds overleden patiënt van, uh, van, van Ingrid, ja, dat die wraak zou willen nemen. Uh, want hij heeft ooit een klacht ingediend bij het Medisch Tugcollege, maar hij werd in het ongelijk gesteld. En dan zou er volgens een politieinformant, zou hij gezegd hebben dat hij geen geld wilde... maar dat hij wel op een andere manier met haar zou afrekenen. En die tip die werd uiteindelijk wel als betrouwbaar gezien. Uh, ze hebben dus ooit wel een Johan T. gevraagd, anderhalf jaar later, wat hij op die avond deed... Maar hij had een alibi. Hij was thuis. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het bekende maar er verhaal. Zijn dus inderdaad, er waren dus twee alternatieve mogelijkheden... die eigenlijk door de recherche nauwelijks onderzocht zijn. Ja. Nou, die verdediging die gaat dan ook verder. Uh, die zegt ook... Nou, Lopke die beweert dat ze de auto van haar vader hoorde aankomen... Hè, op het terrein die avond. Maar die wij nacht. weten beter. Ja, dat kan helemaal niet. Want die stond, zoals we al weten... op die afgesloten parkeerplaats in Wemeldingen. Ze zegt ook... Ik heb mijn vader zien staan op die vijfde treden van de trap. Althans, dat beweert ze... Maar uh, A, ah, dus uh, haar gezichtsvermogen was niet heel goed. Het was half duister. En daarbij zat ze in die dreigende situatie, waarbij een gewapende man die trap afkwam. Dus hoe heeft ze dat in godsnaam zo goed kunnen zien? En bovendien, dat zegt de verdediging ook, het kan niet worden uitgesloten dat Lopke is beïnvloed door die suggestieve vragen van de regisseurs. De advocaat van Adriaan geeft ook twee voorbeelden uit het dossier. Hij zegt tijdens dat derde verhoor op 1 augustus, die woensdag, vraagt de regisseur. Met de grote man bedoel je dan een man die net zo groot is als jouw vader? Nou, dat is. Ik uh, bedoel, dan hoef je alleen maar te knijpen. En niet veel later zegt ze: Ben je nu neergeschoten door jouw vader? Nou, als ik knijp, dan zegt de regisseur: Hé, hey, dat is hartstikke knap en hartstikke moedig. Ik vind je een ontzettend dappere meid. Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere verhoortechniek, dit. Waar nogal brede mogelijkheid is tot interpretatie, zou ik zeggen. Met iemand in een comateuze toestand. Ja. Nee, en dat is natuurlijk wat de, de crux is van deze zaak. Dat is natuurlijk hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van uh, deze dochter Lopke. En uh, het OM brengt een deskundige naar voren, de heer Van Vliet. En uh, die heeft ook Lopke zelf onderzocht. En die zegt, na neurologisch onderzoek zelfs... Uh, er is geen sprake van het falen van het korte termijn geheugen. Ja, hij zegt, het opslaan, het imprinting blijkt normaal te zijn... Er is geen sprake van een ophaaldefect. Uh, het lange termijn, geheugen is ook niet verstoord. Ja, ik vind het een bijzonder allemaal met het idee als iemand een kogel in zijn hoofd heeft. Nou, hij komt dan ook nog met een heel technisch verhaal. Uh, dat laat ik even voor wat het is. Dan gaat het nog eventjes over het uh, gezichtsvermogen, de visuele waarneming. Nou, hij zegt ja, die is op hele korte afstand van 30 centimeter niet goed. Maar dat is niet relevant en hij is op meer dan zes meter niet goed. Maar dat is ook niet relevant. Hij zegt dus eigenlijk, ze had het prima kunnen zien. Nou, de verdediging die komt met eigen onafhankelijke expertise en die vragen daarvoor professor Melkelbach En die stelt eigenlijk de volgende twee vragen. Hoe betrouwbaar zijn die verklaringen van Lopke tijdens haar verblijf in het ziekenhuis... ...die ze heeft afgelegd bij die opsporingsambtenaren... En is er een scenario denkbaar waarin de vroege verklaring, en dat was wat Carrie helemaal aan het begin vertelde, ja, toch die, die twee buitenlandse mannen die Nederlands spraken, hè, zou die betrouwbaarder kunnen zijn dan de latere verklaring waarin ze haar vader aanwijst? Nou ja, de, de conclusie van uh, professor Merkelbach is ja, dat er uh, voldoende reden is om een beetje sceptisch te zijn over de betrouwbaarheid van de verklaringen. En hij vindt het inderdaad denkbaar dat die vroege verklaring betrouwbaarder is. Hij ondersteunt dat ook met een mooie theorie, die ik even uh, laat voor wat het is. Dat is beter, Carrie, geloof ja, me. Dat lijkt me ook goed. En, um hij vat het als volgt samen. En dat is wel interessant. Hij heeft natuurlijk gewoon kritiek ook op de wijze van verhoren. Hij zegt het tempo van de vragen lag te hoog. En degene die de vraag stelde was dezelfde persoon. Die moest voelen of er geknepen werd. Dat is natuurlijk ja, ook niet echt. Ja. Ja, hoe kan je dat dan verifiëren? Ja, dat dat, dat kon ze wel zien hè, onder de deken. Als ze later die verhoor ja, op, op het beeld zagen. Nou, maar... zo, het, is, ja. het is allemaal heel dun. Nou ja, en... Wat Kari al zegt, eh, eerst hebben ze het over mensen en dan over de man. Er worden natuurlijk toch best wel een beetje tendentieus eh, vragen gesteld. Um, maar, en dan komt best wel een verrassende eh, conclusie van de rechtbank. De rechtbank zegt, ja, het eigen onderzoek en de waarneming van die dokter van Vliet, hun deskundige... geeft toch de doorslag boven het verhaal van professor Merkelbach. Want die heeft Lopke zelf niet gezien en ook dan die eerdere uh, Ja, leden. vooral die, die Merkelbach, die, die, uh, die staat zijn onderzoek... dan uh, vooral op theoretisch-wetenschappelijk onderzoek en theorieën. Dus veel op uh, data. Ja. ja, dat vinden ze lastig. Uh, ja. Nou, ja. nou ja. Oftewel, Lopkes verklaringen over haar vader... zijn betrouwbaar volgens de rechtbank. En die hebben dan ook die andere onderzoeksbewijzen. Hè? Dus uh, de rechtbank gaat vanuit, verder vanuit... dat de dader een uh, bekende van Ingrid moet zijn geweest... Uh, want die, die hond is niet uh, aangeslagen, er is geen uh, roofmoord uh, gepleegd... er is geen geld weg of andere waardevolle dingen. En daarnaast, uh, de rechtbank die baseert zich op een getuige, een vriendin van Ingrid... Hè, die beweerde dat Ingrid bang was voor Adriaan. En dan is ook nog uit een onderzoek van het NNV gebleken... dat die aangetroffen negen hulsen afkomstig zijn... van een, een, een pistoolpatroon kaliber 9mm Browning... 9 nou ja. mm heet dat. Ja, dat weet ik. Ik heb in de wapens uh, gezeten. Oh, ja. Je bent een beetje een deskundig, ja. ja. Uh, nou ja, op de type is dan ook nog mogelijk om een geluidtemper te plaatsen. En die munitie van dit kaliber. Uh, dat komt niet voor op het verlof van Adriaan. En dat verlof dat is een vergunning hè, voor het mogen hebben of vervoeren van, uh, van wapens. Maar in zijn huis is er wel een doos met opschrift 500 schotpatronen gevonden. waarin zes hulsen van het kaliber van 9 mm kort aangetroffen zijn. Ja, en dan dit nog even aangevuld met het feit dat hij die nacht wel weg geweest zou kunnen zijn. Hè, zonder het medeweten van zijn vriendin. En dat hij de beschikking gehad zou kunnen hebben over die Peugeot 205. En dan ook nog een keer het verhaal van de brandstof, dat dat er zou geweest zijn. En het al eerder door mij genoemde financiële verschil tussen de uitkering bij scheiding dan wel bij overlijden. Alles bij elkaar opgeteld, uh, Carrie, is het toch een hele lijst van. Ja. Een soort van bewijzen. Ja, hm. ja. Uh, nou ja het Pieter Baan Centrum heeft ook een rapport uh, over Adriaan uitgebracht. En daarin wordt hij volledig toerekeningsvatbaar geacht. Nou, je zei het al, OM die, uh, die eist 18 jaar hè, tot poging, uh, uh, moord en poging tot moord. Maar, ja. Nou, wat is de uitspraak? De verdachte, Adriaan, wordt veroordeeld vanwege zeer ernstige misdrijven, moord op zijn echtgenote. Een poging tot doodslag op zijn dochter. en verdwijnt inderdaad voor 18 jaar de cel in. En letterlijk, want hij liep nog vrij de rechtszaal in. en wordt daar ter plekke in de boeien geslagen. vanwege vluchtgevaar. Ja, nou. Dat, dat is nou wel... Hij ontkent natuurlijk nog steeds. Hij gaat ook uh, naar die uitspraak in, in hoge beroep. Hij komt er bij het Hof. Nou, het Hof is veel vriendelijker tegen Adriaan. Hè, dan de rechtbank. Nadruk ligt wel weer opnieuw. op die betrouwbaarheid van die verklaringen van, uh, van de dochter. Um, dat was namelijk het enige directe bewijs. Maar, zegt het Hof nu, ja, die verhoeren die hebben natuurlijk wel onder uh, ongunstige omstandigheden plaatsgevonden. Want ze had die kogel inderdaad in haar hoofd, was toen ernstig ziek. Volgens mij had die kogel nog heel lang in haar hoofd. Hè. Die hebben ze er helemaal niet uit kunnen halen. Um, ze verkeerde in die comateuze toestand, waaruit ze enkele malen per dag ontwaakte. Nou, ze heeft alleen maar non-verbal kunnen communiceren door het knijpen in die hand. Verder is het belangrijk dat haar verklaringen in die loop van tijd dus uh, wisselend van inhoud zijn geweest... Hè, en vaak nog onderling tegenstrijdig en dan ook nog in strijd met de werkelijkheid. Ja, het, die verklaringen, ik weet nog steeds niet wat, uh, wat ze daarmee kunnen. Bovendien verklaart Lopke dat zijn vader heeft herkend hè, als diegene die op haar heeft geschoten... maar dat ze dus sinds haar geboorte aan één oog vrijwel blind is en daarnaast bij die schouw in 2002 is gebleken dat het de bewuste nacht toen op haar geschoten werd, uh, in de hal de nacht nog donker was. En tenslotte, en dit vond ik een hele mooie, dat heb ik niet bij de rechtbank uh, voorbij zien horen komen. Uh, ze is toen in januari 2002, is al gehoord door de rechtercommissaris, dus al voor die rechtszaak. En toen had ze gezegd dat ze niet zeker wist of uh, haar vader op haar had geschoten. Dat ze dus niet zeker wist of het haar vader was geweest, maar dat ze dit niet eerder durfde te vertellen, omdat ze al zoveel mensen had verteld dat ze het zeker wist. En die politie die heeft daar verklaring toen in het dossier gezet... en die heeft toen geschreven dat ze er voor 99% zeker van is... dat zijn vader de bewuste avond de trap af zag komen. Nou, Eddie, dat was al dat was in 2002 voordat die rechtszaak überhaupt begon. En ja. dat komt nu dus in het hof, komt het dus wel naar boven. Ja, nou ja daarom is het ook maar goed dat hoger beroep mogelijk is, uh, Carrie. Ja, want het hof benaadt die verklaringen dus uh, totaal anders dan die rechtbank. Ja, waar leidt dit allemaal toe, Carrie? Dat het gerechtshof in Den Bosch op 2 september 2003 beslist dat Adriaan vrijgesproken moet worden. Helemaal vrijgesproken. Ja, ja. ja nou, en dan, dan is hij dus vrijgesproken en dan heb je de justitie, die, die blijft natuurlijk ook overtuigd van zijn schuld. Dat is een beetje het klassieke. Dus, ja. ja, je zou toch denken, als er niet genoeg bewijs is, dan moet je ook eens uh, inderdaad gaan toegeven. Um, ja, zij zeggen dan... ja, het is niet wettig en overtuigend bewezen... maar dat betekent niet dat iemand het niet gedaan heeft. Ja, dat, dat, dan, nou ja dan kan dit, je altijd iemand blijven ja, beschuldigen. Hebben we hebben natuurlijk ook gehad met de Puttersmoordzaak... en de, de Zaanse paskamermoord. Uh, Peter R. de Erde Vries heeft er nog wat over gezegd destijds. Hij zegt ook dat het een klassieke fout Maar ja, als er geen andere verdachte is... die zaak blijft gesloten... en dan blijf je dus voor de buitenwereld schuldig. Zo ook Adriaan. Ja, nou, hij krijgt gelukkig wel schadevergoeding... Het zijn trouwens geen wereldbedragen. Voor de 450 dagen dat hij vast heeft gezeten krijgt hij 90.000 euro compensatie. En daarnaast krijgt hij nog vergoeding van kosten. Uh, ja. ja, maar of je nou gelukkig wordt doordat iedereen je met de nek aankijkt vervolgens? Nou ja, hij wordt natuurlijk aangekeken als een paria. De zaak is gewoon opgelost. En ik denk dat hij voor de meeste mensen gewoon nog steeds verdacht blijft. Ja, en hij heeft ook geen contact meer met zijn dochter. Die, die wilde geen contact meer met hem. Die is zelfs verborgen gehouden voor haar vader. Hij wist helemaal niet meer waar ze zat. Althans, dat was twee jaar nadat Ingrid was overleden. Ja, je moet je ook voorstellen. Ik heb een programma gehoord, en jij misschien ook, van VPRO Argos. En hij probeert toch uiteindelijk mensen te interesseren voor zijn verhaal. Dat hij onschuldig is. En dan hoor je ook dat hij na een aantal jaren dus terugkomt in zijn huis. Dat is helemaal verzegeld. Daar ziet hij nog allemaal items liggen van die tijd. Hij ziet ook nog een paar bladen liggen. Uh, American Rifle en de Nederlandse Jager, want ja, zijn hobby was jagen. Maar ja, hoe bizar moet dat zijn? Ja, en de relatie met zijn dochter, ja, uh, is er niet meer. Nee. In ieder geval onbekend of dat ooit nog uh, goed gekomen is. Nou, en hij begint zelf ook te sukkelen met zijn gezondheid. Uh, hij krijgt dan hartproblemen, hij krijgt ook een beroerte. En op 30 maart 2007... Sterft Adriaan, zelf aan een gevolg van een open hart operatie. 61 jaar. Ja, best jonge leeftijd. Komt er nog iets bijzonders. In 2009 wordt bekend dat hij in zijn testament tipgeld heeft uitgeloofd. Hij uh, looft dat uit uh, voor mensen die meer weten... over wie de moord op zijn uh, vrouw Ingrid uh, heeft gepleegd. En het gaat dan om 20.000 euro. Uh, zijn executeur testamentair die laat dat weten... Die doet dat overigens via Peter R. de Vries. Dus op de site destijds van Peter R. de Vries kon je dat zien staan. Uh, ik kon het nu niet meer vinden. Ja. Hé, hey, hoe zou dat nu gaan? Ik denk dat je nog steeds... Uh, Misschien nog wel recht op hebt, ja. Je, ja. ja. Ja, en hij zegt dan ook... Uh, he, hij heeft dat uitgeloofd natuurlijk met name om zijn dochter duidelijk te maken... dat hij niets met de moord te maken heeft. Nou ja, Eddie, als hij zelf de dader is, hè? Bedoel, dan weet hij... Dat de kans dat iemand zich kon melden nul is. Hè? Dus niemand komt die 20.000 euro dan ophijzen. Dus in dit geval zal het hem helemaal niet gaan om, uh, om de waarheid, maar echt puur om zijn naam uh, postuum proberen te zuiveren. Ja. Maar ja, dan dat... is toch direct de vraag, Carrie. Van, ja. uh, wie, wie, wie denk jij nou dat het gedaan heeft? Nou ja, ja, zoals. Je zei het al, het is geen wettig overtuigd bewijs. Um... Dus we vinden wel terecht dat hij is vrijgesproken. Ja, dat, dat vind ik dan wel terecht. Um... En ik vind ook, de recherche heeft inderdaad nooit serieus in een andere richting gezocht. Hè. Na, die, na die belastende verklaring van de dochter was eigenlijk de zaak rond. Uh, hij is ook al maandag die dertigste aangehouden, terwijl het nog helemaal geen enkel concreet bewijs was. Zelfs uh, de dochter had toen nog niets gezegd. Dus de vraag is ook, waarom is hij die maandag al aangehouden zonder aanvullend bewijs? Nou, de roofoverval was al uitgesloten, dus het is een koelbloedige liquidatie geweest. Uh, ja, ik, ik... Alleen, ja, Eddie, maar ja, je vraagt het nog. Uh, waarom op deze manier? Als hij het gedaan heeft of het heeft laten doen. neem je een enorm risico. Want het is natuurlijk een hele rare actie om op deze manier dan je vrouw te vermoorden. Want hij is meteen verdachte nummer één. Hij heeft natuurlijk een heel groot financieel motief. Dan zou je het toch anders aanpakken. Dan zou je het toch op een braak laten lijken. of op, uh, op een andere manier gedaan hebben. Ja, en daarom ben ik er ook dus niet zo van overtuigd dat hij uh, opdracht heeft gegeven. Hij, ik denk dat hij het sowieso niet zelf heeft gedaan... want ik denk die eerste getuigenis van Lopke... waarin ze het over uh, twee buitenlandse mannen heeft... die Nederlands spraken... Ja, dat, dat, daar stond niet uh, haar vader, denk ik gewoon. Dat, dat was ook heel onhandig geweest. Maar ja, in theorie had hij natuurlijk iemand kunnen laten inhuren. Ja, is dat een goede investering? Dat is ook maar even de vraag, hè? want... Het, het ging om een groot bedrag, maar hij zou sowieso al een aanzienlijk bedrag. Uh, ja, maar dan krijgen. ga je het toch anders aanpakken. Bedoel... Ja, precies. Dat ben ik helemaal met je Pardon. eens. Dan zou je het anders doen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch. Ja, Niks zo onwaarschijnlijk als de werkelijkheid, Carrie. Ik zou die vergismoord ook niet op voorhand willen uitsluiten. Er zijn gekkere dingen gebeurd op deze wereld, het is Brabant. Nee, uh, hey, hey, jou, hey. <laughs> yeah. baby. Watch out. Ja. Nou ja, als. Uh... Ja, maar kun je, de, kun, je, kun je een vergismoord uitsluiten? Ja, nee, je kan het niet uitsluiten. Maar ook, ook dat vind ik eigenlijk heel onwaarschijnlijk. Dus. Uh... Ja, maar ze hadden er iets meer naar moeten zoeken. Nou, ja, het, het blijft een raadsel. In ieder geval, als hij het, als het wel gedaan heeft. of heeft laten doen, dan pot voor drie, Dan heeft hij bovenop die erfenis heeft hij ook nog een schadevergoeding van 90.000 euro gekregen. Ja. ja. Dat weet ik niet. Nou, ter nagedachtenis aan Ingrid, nog wel mooi om te vertellen, uh, werden in april 2014 safe drukken van een uh, beeldend kunstenaar. Geschonken aan het Jorem Bosziekhuis. Dat was uh, voorheen het uh, Bos Medisch Centrum waar Ingrid werkte. Nou, dat is wel een mooi gebaar. Nou, dat vind ik ook inderdaad dat ze wel inderdaad nog uh, aangedacht maar ja, wordt. Het blijft in onze ogen toch het mysterie van den Dungen. Ik bedoel, het is eigenlijk nooit te laat om te praten. Ik denk dat het tipgeld er misschien nog wel is. En ja, we, we hebben op dit moment gewoon geen verdachte, geen dader. Uh, nieuwe feiten, misschien mensen die ooit nog gaan praten. Uh, het zou kunnen, laten we het hopen. En we gaan natuurlijk ook nog wat beelden met jullie delen. Dat doen we op de gebruikelijke manier die jullie van ons gewend zijn, namelijk via Instagram of Twitter, Moordzaken, Podcast. <tied> Wil je nog een leuk feitje horen, nou vertel, weet je waar Oeteldonk vandaan komt? Nee, het is namelijk met den Dungen te maken. Nou, dat was ooit een bosse godschalk, en die kwam uit den Dungen en die was niet zo dol op carnaval. Dat vond hij maar een Heidensfeest. En in het dorp den Dungen, waar hij dus woonde, was van den Oetelaar een heel veel voorkomende naam. Dus die bossenaren die hebben hun stad dus Oeteldonk genoemd met carnaval om die bisschop uit den Dungen te zarren. Dus Oetel is daarvan afkomstig. Nou, we gaan een keer samen carnaval vieren Kari. in Oetendonk. Yes. Schilcheri. Doen we.